langste kilometer uit mijn leven. Zo, goedemiddag. Het is vrijdag 24 juli 2020. En morgen ga ik 160 kilometer wandelen. Ja, het is op dit moment 4 uur 's middags. En dat betekent dat ik morgen om dit tijdstip er al 9 uur op heb zitten. Maar ook nog 18 uur moet. En dat vind ik eigenlijk wel een vrij bizarre gedachte. Maar goed, ja, het zijn 8 rondjes van 20 kilometer. En ja, dat wordt heel ver wandelen. En we gaan het zien. Ik ben in ieder geval heel blij dat er mensen zijn die met me mee willen om een stukje mee te lopen of mee te fietsen. En in ieder geval een klein beetje willen supporten. En dan gaan we het zien of we de finish gaan halen. Of niet, Poes? Wat denk jij? Oh, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ga lopen. Eerste ronde. Doei! Doeg! Morgen, de eerste kilometer zit erop. Nog maar 159. Nee, zo moet ik niet denken. Nee, dit is ronde 1 en we gaan gewoon 8 rondjes van 20 kilometer lopen. En ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik lekker ben gestart. Ik heb wel goed geslapen, maar ook wel een beetje onrustig. Dat ik me ging verslapen en zo. En ik moet gewoon niet te veel over nadenken hoe ver het is. Maar gewoon een dagje en een nachtje wandelen. Ik voel me nu nog goed. Nu nog wel. Nou, het is natuurlijk even wat anders dan het geweld van de Vierdaagse. Maar zo 's ochtends vroeg het hele bos voor je alleen hebben, dat heeft ook wel wat. Waarschijnlijk morgenochtend weer. Nou, we hebben inmiddels bijna 13 kilometer gehad. Weer op de terugweg van het eerste rondje. Dat klinkt lekker. En ik loop zo'n 7,3 gemiddeld. Mag iets langzamer, maar ik denk dat dat vanzelf nog wel afzwakt. Maar ik loop nu lekker. En voor wie zich afvraagt, waarom moet dat zo hard? Waarom geen 5 km per uur? Nou ja, dan duurt het heel erg lang. Dat allereerst. En ja, het ding is natuurlijk, ik zou eigenlijk Nijmegen-Rotterdam lopen. En Nijmegen-Rotterdam is de lange afstandswandeltocht van Nederland. 160 kilometer dus, van Nijmegen naar Rotterdam. En daar doen niet zo heel veel gek aan mee. En het punt is een beetje, omdat die route natuurlijk zo lang is, en daar doen niet zo veel mensen aan mee, moet je die groep een beetje bij elkaar houden, anders is het niet te managen. En dus hebben ze een gemiddeld tempo waarop je moet lopen, waardoor dan ook de verzorgingsposten, dat daar de mensen weer allemaal bij elkaar komen. En het ideale tempo is dus 7. Mag ook 6,5. En dan moet je het als het goed is binnen 29 uur kunnen halen. Nou ja, dat wordt het streven. 1 finishje. 2 binnen de 29 uur. 3 misschien een tandje sneller, maar laten we daar maar even niet van uitgaan. Eerst het eerste rondje maar eens uitlopen. Ronde 1 dan. 20 kilometer. Nog maar 140. Nou, we zijn inmiddels weer een paar kilometer onderweg in de tweede ronde. Ander rondje, om niet helemaal gek te worden. En wel leuk, want het pad waar ik nu loop, daar loop je ook tijdens Nijmegen-Rotterdam. Je komt dus eigenlijk vlak langs Veenendaal. En ook wel mooi, dit is het is de Grebbelinie. En dit is een verdedigingswal waar vroeger soldaten hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus als ik het een beetje zwaar krijg, dan kan ik nog altijd denken aan de soldaten die het hier echt zwaar hebben gehad. Nou, het is inmiddels begonnen met regenen. Niet zo heel erg hard. Weet je, zo net dat ik denk, ja, zal ik nou wel of geen regenjas aantrekken? Maar ik vind het eigenlijk nog te warm. En het ziet er naar uit dat het de komende uren en ook komende nacht blijft regenen. Alsjeblieft, lieve weergoden,
een beetje droog graag. Nog 1 kilometer. En dan zit er een kwart op. Yay! Ik hield vroeger helemaal niet van wiskunde. Maar als je het zo kan toepassen, dan vind ik het wel lekker. Ik hoop alleen wel dat de regen zo op de uitgaat. Het is gewoon miezer, dus het stelt niet zoveel voor. Maar het is wel irritant, mijn hele gezicht is nat en zo. En het ziet er heel grijs uit, dus ik ben bang dat dit nog wel even duurt. Nou, ik heb een... wat is het? Ik kom niet meer op het woord. Een douchemuts op mijn haar. Tegen de regen. En toch maar even regenjasje aan. En Sjoerd gaat nog even lekker lunchen. Doeg. Nou, goedemiddag. Linda Fietsgezellig. Oh, help, help. We waren begonnen. Goedemiddag. Linda Fietsgezellig met me mee. Dat is echt fijn. Want dan ben je ineens weer op 53 kilometer. Oh, ik zit op 1/3. Ja. Dat klinkt wel goed. En het is bijna droog. En de zon heeft geschenen? De zon heeft geschenen, zeker. Mijn moeder en mijn zusje stonden ineens bij het kasteel Amerongen. Was ook een leuke verrassing. En de zwaan om de hoek bij de boom was iets minder leuk. Dat was een beetje maar spannend. Maar hij heeft ons met rust gelaten. Zeker. Ik keek een beetje boos, maar hij heeft ons met rust gelaten. En we gaan nu door naar de 60. Nou, het is inmiddels bijna 5 uur. En 63 kilometer gehad. En we lopen weer op de Gremmelinie. En ik heb support! Yay! Mijn vader fietst gezellig mee deze ronde. En die is alles aan het coördineren. Wie wanneer mee moet fietsen. S'nachts en zo allemaal. Maar het gaat goed. We lopen nog steeds 7,3 gemiddeld. Het zal vast wel minder worden. Ik begin wel mijn spieren een beetje te voelen. Maar dat mag ook wel. Gaat goed? Gaat goed. Heel sportief uit. Ja, het is heel makkelijk om 7,3 km per uur te fietsen. Ik kan beter 7,3 km per uur wandelen. Dat denk ik ook. Nou, we lopen langs de snelweg. Of ik loop langs de snelweg. En er staat op het bord Rotterdam 83 km. Precies op het moment dat mijn horloge 77 piept. Dus dat klopt. Precies. Op 83 kilometer. Oh, over de helft. Soep en radler. En mijn kleine teen is 1 grote blaar. Dat is wel een beetje jammer. Dat voelde ik al. Dus dat zal wellicht niet beter worden. Maar goed, we kunnen aftellen. Een soort van nog maar 79, 7 kilometer. Ik kan niet meer rekenen. Maakt niet uit. Ik ga soep eten. En dan weer door. Hola. Ik word begeleid door 2 mannen. Wat een luxe. Woehoe. En we zitten op 83,5 kilometer. Ja, we moeten nog een eentje. Yes. Bijna 100 kilometer. En ik zat er net echt even doorheen. Ik had zo'n dikke blaar meteen en toen knalde die en dat deed echt zo'n pijn. En mijn linkerheup is een beetje overbelast, geloof ik. En ik ben al geheel gewoon moe. Ik wil eigenlijk wel gewoon slapen. Maar we moeten de nacht nog door. Nog 60 kilometer. Dat is nog best ver. Maar zo in ieder geval even zitten. Nog een paar 100 meter naar huis. Bijkomen en door. Yo jongens, 105 kilometer. Ik heb nog nooit zo ver gelopen. Ik moet even wel voor me blijven kijken voordat ik in de berg val. Ergens midden in de nacht in Elst. Op 128 kilometer. Dat klinkt best lekker. Nog maar ook een 32. Minder dan 32. Oh, dat is echt helemaal niks. Ik heb echt heel veel blaren. Nu heel veel pijn, maar loop je doorheen. Lieve mensen, aanschouw het daglicht. Jee. Nog 7 kilometer van het laatste lange rondje. En dan echt nog een heel kort rondje. Nou ja, 16 kilometer. Valt mee. Oh. Heel kort. Ik
heb wel zin om zo weer te zitten, jongens. Zeker. Nou jongens, laatste etappe met papa en mama samen. En we hoeven nog maar 14 kilometer. Nog maar 14. Woehoe. Zeg van spring maar achterop, ik breng je overal naartoe. Met de kangoeroe, een echte kangoeroe. Die brengt je vrolijk overal, die springt vrolijk overal. Dus heen, dan word je helemaal niet moe. Oh, ik ben klaar mee jongens. Ik heb echt blaren nu weer op mijn hakken, doet echt pijn. Nog 8. Pijn is dus weer 9. Langste kilometer uit mijn leven. Oh. Bijna. Nog 50 meter. Oh, alleen maar bonusmeters. Het zit erop, 160. Nog een laatste stukje vloggen. Ja, zoek het maar wel. Ja, ja. Nou, jongens. Dat was hem dan. De alternatieve Nijmegen-Rotterdam. Ik weet niet of ik dit ooit nog een keer wil doen. Maar ja, als Ronald volgend jaar wellicht wel Nijmegen-Rotterdam gaat doen, dan moet ik wel mee. Want hij heeft vannacht de hele nacht met mij meegelopen. Terwijl hij is last heeft van zijn voeten. En zoveel lieve mensen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan dit avontuur. En dat was echt te gek. En zonder hen had ik het niet kunnen en willen doen. En op dit moment voel ik me vooral heel erg verrot. Mijn heup die doet heel erg pijn, die is denk ik gewoon overbelast. En mijn voeten doen zeer en ik heb net even geslapen, maar een soort van half-half. Want ik weet gewoon eigenlijk niet hoe ik moet liggen, maar ik ben vooral heel moe en heel blij dat ik niet meer hoef. Het was fantastisch, maar het was ook echt heel ver. Opstaan gaat, maar nu lopen. Ik wil het al later. Mm-hmm. Ik moet ook nog naar boven. Mm-hmm. Dan mag je lekker op bed liggen. Oh, dat was het.